Welkom bij de Customer Engagement Podcast. Mijn naam is Alexander en samen met onze partner Frank Watching brengen we jou de mooiste gesprekken met de meest vooruitstrevende klantcontactprofessionals van Nederland. Ontdek hun geheimen en leer hoe je elke dag de optimale combinatie maakt tussen data, processen, mensen, maar natuurlijk ook technologie. Welkom bij de Customer Engagement Podcast van Obi4One en Frank Watching. We gaan het vandaag hebben over kennismanagement. En ik zit hier met Martin van Heusden van EVBox en Tinky Bart van TKC Digital. Martin, wil jij je even voorstellen? Ja, inderdaad. Nou, Martin van Heusden dus, EVBox. EVBox is een organisatie die laadpalen produceert en verkoopt en de beheerssoftware die daarbij hoort. Typische klanten zijn daarin grote leaseorganisaties, automobielmerken, maar ook eindgebruikers, leaserijders enzovoort. Dankjewel. Tinky, wat brengt jou vandaag hier aan tafel? Dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is Tinky Bart. Ik ben directeur van TKC Digital. En bij TKC Digital hebben we een missie. Wij helpen grote organisaties om vragen die klanten aan ze stellen in één keer goed te beantwoorden. En dat doen we met behulp van kennismanagement. En daar gaan we het over hebben vandaag. Dus Alexander, kom maar op met die vragen. Ja, we hebben er genoeg voorbereid voor vandaag. Ja, leuk. En dan maar met de eerste vraag te beginnen. Waarom is kennismanagement eigenlijk noodzakelijk voor een organisatie? Stel je die vraag? Ja. Nou, kennismanagement helpt bij het in één keer goed beantwoorden van vragen die klanten stellen of je doelgroep. En daarom is het belangrijk en noodzakelijk dus. Hij zegt in één keer goed de vragen beantwoorden, ja. Maar daar heb je wel de juiste informatie voor nodig. Dus Martin, hoe kom je dan aan die informatie? Kijk, die informatie die haal je inderdaad uit je organisatie zelf, maar ook uit de vragen die klanten zelf ook stellen. En dat breng je dan eigenlijk weer terug ook naar de organisatie, onder andere voor productverbetering, maar ook in je kennismanagement systeem. Kennismanagement systeem hoor ik hier, want ik zou denken kennismanagement, weet je, we gaan met elkaar bij elkaar zitten en dan bespreken we het een keer en dan weten we het ook. Een systeem, waarom heb je eigenlijk een systeem nodig voor kennismanagement? Met grote volumes kan je het niet allemaal meer in een boek opschrijven. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat alles wat de klant jou vraagt, eigenlijk terug moet vertalen naar betere processen, betere producten. En betere dienstverlening. En als je dat niet goed vastlegt, niet de juiste context hebt, ja, dan mis je gewoon heel veel informatie. En die bewaar je eigenlijk in zo'n systeem. Oké. En heeft iedere organisatie zo'n systeem nodig? Of is er een bepaalde omvang van organisatie wanneer je zo'n systeem nodig gaat hebben? Ja, ik vind het discussiesysteem altijd een lastige, want het is niet alleen maar een systeem. Ik denk al bijna 20 jaar actief in het werkveld kennismanagement. Mm-hmm. Ik krijg nog steeds elke dag de vraag, hey Tinky, heb je een systeem voor mij? En dan denk ik, ja, ik heb heel veel systemen voor je. Er zijn talloze systemen op de markt die kennismanagement ondersteunen. Maar het gaat erom welk systeem past bij jouw organisatie en dus ook de omvang van jouw organisatie. Bij de strategie die je hebt en in welke kanalen je de kennis eigenlijk allemaal wilt gebruiken om de vragen die je doelgroep stelt te beantwoorden. Dus eigenlijk, welk systeem kan het hele proces rondom kennismanagement nou voor jou het beste faciliteren? Mm-hmm. En ik denk dat een belangrijke vraag is in de hele zoektocht naar hoe kan ik nu vragen van klanten of van mijn doelgroep in één keer goed beantwoorden? Welke content komt daarbij kijken? Waar stop ik die content in? Met andere woorden, in welk systeem? En hoe ga ik dat beheren? En ja, welk systeem voldoet dan aan de wensen en de eisen die ik heb? Ja, dus als ik het goed begrijp, begin je niet met het systeem? Wat mij betreft niet, maar vaak genoeg gebeurt dat wel. Daar kennen wij elkaar ook van. En meestal is er wel al een systeem, maar is er niet goed genoeg nagedacht over wat wil ik daar nu eigenlijk mee bereiken? En hoe ga ik ermee werken? Hoe beheer ik het? Hoe richt ik het in? En hoe ga ik er ook echt lol van hebben? Door de data die eruit komt ook echt zo toe te passen dat je inderdaad bijvoorbeeld niet alleen die vragen in één keer goed kunt beantwoorden, maar ook een product of een proces kan verbeteren. En dus eigenlijk structureel een verbetering doorvoert, waardoor de hele vraag niet meer gesteld wordt. Ja. Dat is natuurlijk uiteindelijk, ja, wat mij betreft, het ultieme doel. Alles werkt, alles klopt, er worden geen vragen meer gesteld, heb je ons ook niet meer nodig.
Ja, dus we zijn klaar voor vandaag. Nee, alle gekheid op een stokje natuurlijk. Want als je dan kijkt, zeg maar, ik hoor mensen, processen, content. Wat zijn dan zeg maar de succespijlers? Hè? Wat moet je minimaal gaan organiseren binnen je organisatie als je met kennismanagement aan de gang gaat of het nodig hebt? Nou, ik denk een paar dingen. Je hebt nodig dat iedereen het belang ervan onderkent. Mm-hmm. Dat iedereen dus ook de klant zou ik zeggen, in zijn perspectief heeft, welke rol die dan ook heeft. Vervolgens heb je inderdaad, ga je met je klant in dialoog om te kijken, okay, welke informatie heb ik nodig om mm-hmm. inderdaad mijn product te gebruiken, de dienst te gebruiken, et cetera. En dan moet je dat een soort lerend proces laten worden. Het over systemen, ik heb het eigenlijk altijd liever over systematiek. En eigenlijk, zeker ook nu met het laatste traject bij EVBox, hadden we niet alleen vrij snel de complimenten van onze klanten te pakken, maar heel snel kregen we ook vanuit de interne organisatie terug van, hey, nou weet ik hoe het zit. En dat is eigenlijk omdat iedereen vanuit zijn eigen perspectief werkt, maar nooit echt de samenhang goed ziet. En met inmiddels een goed knowledge management artikel, snap je die samenhang een stuk beter. En als je daarmee, dus voor jullie werkt het. Ja. Maar ik begreep wel, zeg maar, je hebt wat hulp erbij nodig gehad om het te laten werken. Ja, want het is echt een vak. Hè? En Tinkje zegt net niet voor niks, ik zit al 25 jaar in het vak. Mm-hmm. Het is een vak. En ik had snelheid nodig. En ja, met Tinkje al een paar keer eerder samengewerkt. Dus ik weet dat die snelheid dan gemaakt kan worden. En in een half jaar tijd hadden wij ons knowledge management op poten staan. Mm-hmm. Sneller dan IT het bij kon houden. Dus het eigenlijk iets sneller nog. Dus, maar in 6 maanden hebben wij eigenlijk onze hele online informatievoorziening om kunnen zetten naar een platform waar we nu verder op gaan bouwen. En want jullie zijn een snel groeiende onderneming. Dat betekent veel nieuwe mensen erbij. Dus ja. Die kennis is daarvoor nodig. Maar hoe onderhoud je het dan? Want hoe zorg je ervoor? Want jullie zijn zitten in de veranderende markt. Hoe zorg je er dan voor dat die kennis up-to-date blijft? Voor mij is customer support echt het vliegwiel van een lerende organisatie. En mijn medewerkers schrijven hun eigen artikelen als ze hem niet kunnen vinden. Maar ook mensen in de organisatie schrijven hun artikelen als ze niet kunnen vinden. En die gaan dan naar het management team toe, het kennismanagement team toe. En die maken dat dan zeg maar, didactisch juist. Of die zeggen van joh, dat artikel is leuk, maar hier staat het ook. En dan kijken we naar beide artikelen van hoe kan het dat die niet gevonden is. En zo ben je eigenlijk continu aan het verbeteren. En mijn hoop, en dat is mijn praatje intern altijd, is dat zeg maar, de 10 meest gevraagde... de vragen van nu, straks in het product zitten. En dat ik dus dan weer 10 nieuwe, meest gestelde vragen krijg. En dus ook het product constant verbeteren. Dus het draagt ook echt bij aan zeg maar, het verbeteren van je product. Ja. Het veranderen van je strategie. Ja. Als je kijkt naar, en je hebt het ook over customer support. Wordt het dan alleen binnen customer support binnen jullie organisatie gebruikt? Of is kennismanagement voor de hele organisatie? Nee, zowel de... aanleveren van artikelen gebeurt vanuit de hele organisatie, maar ook het lezen van artikelen gebeurt door de hele organisatie. En daardoor zie je ook, dat krijg ik althans veel terug, dat mensen veel beter begrijpen wat het belang is van hun werk mm-hmm. in de service en dienstverlening naar de klant toe. Okay. Tinkje, dan gebruik je die vragen dan, en het is top om te horen dat medewerkers dat ook daadwerkelijk gebruiken en zien van, hey, wat is mijn rol binnen de organisatie? Hoe meet je nu eigenlijk het succes van kennismanagement? Goeie vraag. Die krijgen we natuurlijk ook zeer regelmatig. Kijkt eigenlijk naar 2 dingen. Enerzijds naar je doelgroep. Wat voor vragen stelt je doelgroep en waar stelt je doelgroep die vraag? In het geval van EVBox stellen klanten ook hun vragen online. En dat wordt ook gemeten. Iemand gaat naar een website of naar een portaal, wil daar de vraag beantwoord krijgen. Als dat lukt, dan komt er geen ticket. Als het antwoord daar gegeven wordt, als dat mm-hmm. niet lukt, dan gaat er een ticket de organisatie in richting de supportorganisatie. En die moet vervolgens opgepakt worden. Nou, het
aantal tickets zal dalen op het moment dat je meer vragen op je online portaal kunt beantwoorden. En dat is één manier om je succes te meten. Een ander is, als je kijkt naar je hogere doelstelling, in het geval van EVBox, dus een snel groeiende organisatie met een steeds groter aantal klanten. En dus als elke klant een vraag gaat stellen, dan zal ook het aantal contacten enorm stijgen. Zij hebben, en dat vond ik het aantrekkelijke van de opdracht, een 90% digitale ambitie. Nou, daar kom je niet op dag één, daar moet je in baby steps naartoe. Maar die hogere doelstelling continu in de gaten blijven houden. En kijken van hoe hard groeit onze klantenbestand. En dus de mogelijke kans op het aantal vragen dat gesteld wordt in relatie tot de vragen die we in het digitale domein kunnen beantwoorden. Zijn dan ook een meetpunt, zou ik maar zeggen. Je kunt ook een content performance test bijvoorbeeld doen. Kijken hoe goed je content aansluit bij de vragen die gesteld worden. Hoe snel het wordt gevonden. Of het ook bijdraagt aan het in één keer goed beantwoorden. Ja, weet je, ik kan hier helemaal op gaan. Ja, nou ja, we zitten hier natuurlijk toch ook in het kader van customer engagement. Ja. En een van die zaken daarbij is natuurlijk ook de klanttevredenheid. Hè, of een NPS. Ja. Linken jullie, Martin, linken jullie die nog aan je kennismanagement? Dat is niet direct, want je kan dat niet zo één op één direct meten. Maar een betere dienstverlening, een beter product, een betere service, genereert een betere NPS. Ja. Ik kan dat nu nog niet direct meten. Hè. We zijn pas sinds januari echt live met het nieuwe systeem. Maar ik verwacht wel dat we een hogere NPS hebben eind van dit jaar. Ja. Maar dat is dan niet alleen door kennismanagement, dat is door alle activiteiten die we... Maar is dat dan ook een van je doelen die je hebt geformuleerd? Met het management bijvoorbeeld? Van we willen ook echt kijken naar het NPS en of naar de customer klanttevredenheid. Wat we wel direct meten is inderdaad de tevredenheid over het artikel zelf. Mm-hmm. Dus dat is wat we de komende tijd gaan opvolgen. Mm-hmm. Daarnaast hebben wij eigenlijk, want we zijn zowel een software als een hardwarebedrijf, hebben wij iedere maand, nemen wij met de directie van die bedrijven eigenlijk de customer interactie door. En vertalen we inderdaad daadwerkelijk die 10 meest gestelde vragen of de meest onduidelijkheden naar productverbetering. Mm-hmm. En dat in totaal moet dan leiden tot een betere NPS. Als we daarnaar kijken, dan en wat ik al aangaf, we hebben het over customer engagement. Misschien een klein beetje off topic, maar wat zien jullie aan trends? En link ze maar aan kennismanagement. Wat zien jullie aan trends in de markt, zeg maar, op het gebied van customer engagement en kennismanagement? Ja, in trends. Mensen willen gewoon dat het product direct out of the box werkt. En dat is een trend die er natuurlijk al wat langer is. Wat door veel fabrikanten ook al geleverd kan worden. Een complexer product als dat van ons, wat echt door een installateur neergezet moet worden, is dat wat lastiger. Maar daarna moet het vanzelfsprekend werken. En simpele dingen zijn altijd het moeilijkst om te maken. Mm-hmm. En vandaar dat wij heel erg die issues die daarin van de voren komen opvolgen. Om het inderdaad en voor de installateur, maar ook voor de klant, voor de beheerder, et cetera, zo eenvoudig mogelijk te maken. Dus keep it simple. Ja, of dat een trend is, weet ik niet. Dat is eigenlijk een opdracht. Ja, je geeft wel eigenlijk nog wel even iets heel interessants hieraan. Is dat eigenlijk heb je dus meerdere doelgroepen waar je kennismanagement voor hebt. Ja. Want je hebt het voor de consument, maar ik hoor je ook die installateur noemen. Ja. Die dus ook jullie support nodig heeft om een goed product, jullie product goed neer te kunnen zetten. Correct, ja. Ja, daarom zeg ik ook doelgroep, want het is niet alleen de klant. Er zijn meerdere betrokkenen die kennisbehoeften eigenlijk hebben. Dus dat is wel het interessante. En nog heel even over de trends. Convenience, dat is er eentje. Nee, totaal mee eens. Ik bedoel, dat maakt dat we blij worden van een product, denk ik. Maar op het moment dat product het niet doet, moet je er wel voor die klant zijn of voor die doelgroep. En zorgen dat je dan het juiste antwoord geeft en hem helpt. En daarin is digitalisering natuurlijk een hele belangrijke. Want veel daarvan kan in het digitale domein, zoals we het zo mooi noemen, opgevangen worden. Mm-hmm. Daarin wil je het repetitieve werk ook weghalen bij de mensen. Alles wat je dubbel moet doen,
dat wil je eigenlijk niet. Dus die robot moet uit die mens gehaald worden. En het door een robot laten overnemen, dat is veel makkelijker. Dat is een andere trend. Dus ook weer gemak. En de persoonlijke, de human touch, het persoonlijke stukje, wat we allemaal zo belangrijk vinden als mens, op het moment dat het emotioneel wordt, of dat je echt hulp nodig hebt, dan wil je als klant heel graag dat een organisatie klaar voor je staat. En die balans, dat is echt een hele, vind ik een thin line, daar moet je goed over nadenken in je strategie. En dat leidt tot loyale klanten als je daar heel goed in bent. Daar ben ik van overtuigd. Ja, want dankjewel voor het antwoord. En ik denk ook als je gewoon kijkt, generiek naar de markt, dat de meeste klanten er niet op zitten te wachten om contact op te nemen met een leverancier van het product. Weet je? Tijd is schaars en vaak hebben ze wel andere dingen die ze in die tijd willen doen. En dan is het fijn dat je zo snel mogelijk antwoord krijgt op de vraag die je hebt. Dus en als ik het goed begrijp, draagt kennismanagement daaraan bij. Absoluut. Ja. Hoe breng je nou kennismanagement op de beste manier dan naar je medewerkers? Hoe zorg je er nou voor, want jullie zeggen, we meten, hoe zorg je er nou voor dat ze het ook daadwerkelijk gaan gebruiken? Want in mijn ervaring is het vaak, je kan het allemaal klaar hebben gezet, je kan het allemaal faciliteren, maar als men het niet gebruikt, dan heeft het geen toegevoegde waarde. Wij doen dat heel duidelijk door hun eigen kennis te gebruiken, hun eigen artikelen, zou ik maar zeggen, ook daadwerkelijk te publiceren, ook als een medewerker een artikel geschreven heeft, ook aan te geven van, joh, wat staat er nu in? Kijk het nog eens na, is het ook wat je bedoelde? Maar ook, als zo'n artikel leidt tot een productverbetering, ook dat terug te koppelen. Dus een lerende organisatie gaat naar alle lijnen en naar alle delen van de organisatie toe. Of dat productproces, medewerker is, aan de receptie, we hebben recent nog een aantal aanpassingen gedaan. Of bij de directie, maakt niet uit, iedereen draagt bij aan het intelligente vermogen van de organisatie. Om het zo te zeggen. Ja, mensen hebben dus ook daadwerkelijk het idee dat wat zij doen en als zij het gebruiken, dat waarde toevoegt voor henzelf, maar ook dus voor de klant. Ja, want het helpt direct. Hè? Als je een klant een onduidelijk verhaal vertelt, heb je gelijk een moeilijk gesprek. Ja. Niemand wil dat. Niemand komt 's ochtends naar kantoor of zit zich achter zijn homedesk om een moeilijk gesprek te hebben. Iedereen wil gewoon die klant geholpen hebben. En Tinky, als je kijkt vanuit jouw praktijk binnen vele organisaties. Ja, we hebben een hele mooie definitie als het om kennismanagement gaat. We hebben er drie, maar eentje daarvan is dat kennismanagement ervoor zorgt dat het intellectueel kapitaal van je organisatie gebruikt wordt door meerdere mensen dan alleen die ene persoon die alles weet. Door dat op die manier toe te passen, zorg je ervoor dat je een beter gesprek met je klant kunt voeren, online of face-to-face. En dat is een hele belangrijke, waarvan ik denk, als je daar goed over nadenkt, dan is dat wel, als dat goed is en dus relevant is, dan wil je er gebruik van maken. Want dan kun je een beter gesprek met je klant voeren. Dus ik denk dat naast de betrokkenheid die jij net, die Martin net aangeeft, dat een hele belangrijke is. Ja, en de kwaliteit van de content is daar heel belangrijk, in. Mm-hmm. Die moet vindbaar zijn, die moet bruikbaar zijn. Klip en klaar, geen wollige teksten, maar gewoon bam, duidelijk antwoord. Ja, dan heb je er iets aan. Waar begin je eigenlijk? Goeie vraag. Je begint uiteindelijk bij je klant. Bij de doelgroep die de vraag stelt, want daar moet je antwoord op geven. En als je die geïdentificeerd hebt, dan kun je vervolgens ook met alles wat erbij komt kijken, je kennisorganisatie inrichten, je systeem oppakken en eigenlijk dus je visie rondom kennismanagement formuleren. Om daar een strategie aan te koppelen. Dat hebben wij bij Martin ook gedaan. Dus de klant is het begin? Ja, niet de organisatie zelf, maar de klanten van die organisatie. Want die hebben vragen en daar moeten we antwoord op geven. En het liefst in één keer, zodat hij niet drie keer contact hoeft op te nemen. Of we kunnen het allemaal bedenken wat er mis kan gaan. En dat wil je voorkomen. Ik denk dat dit een mooie eye-opener is voor heel veel organisaties die met kennismanagement zijn gestart. Want dat ze daar niet zijn begonnen, maar bij de interne organisatie. Inderdaad, luister naar je klant. Dat is echt zo belangrijk. Ook als je vanuit de interne organisatie kennismanagement organiseert, om het even zo te duiden, dan krijg je veel meer het marketingverhaal, het technische productverhaal. En daar is een klant niet in geïnteresseerd. De klant is geïnteresseerd in hoe zijn gebruik ondersteund kan worden. En die vraag stelt hij aan service.
Als je kijkt naar kennismanagement, wat zijn dan de ambities van EVBox voor de komende periode? Ambities naast klanttevredenheid, betere producten te kunnen maken, betere processen te kunnen maken, zodat onze dienstverlening voor de klant vanzelfsprekende is. En mocht die dan inderdaad nog steeds vragen hebben, dan hoop ik dat de klant die informatie online vindt. We hebben de doelstelling om 90% van de informatievoorziening online te hebben. Of dat nu via het internet is of via de driver-app bijvoorbeeld. En als het dan daar nog niet gevonden wordt, dan hebben wij inderdaad nog steeds onze telefonische dienstverlening. Of de klant kan een case indienen om zijn zaak zo op te lossen. En met name dat, die transacties, die vertalen we dan weer terug naar online, zodat die vraag niet meer terug hoeft te komen in de organisatie. Ja, het is wel echt heel mooi om te horen dat je echt een digitale ambitie hebt. Hè? Dus dat kennismanagement niet alleen maar is voor de medewerker, maar eigenlijk direct ook voor de eindgebruiker. Ja. Dat die, zeg maar, zijn vraag beantwoord kan krijgen op de plek waar die wil, in de app of op de website. Ja. Hij laat tenslotte ook 24 uur per dag op, dus wij moeten er 24 uur per dag voor hem zijn. Mooi. Welke vraag heb ik niet gesteld die jullie wel van mij hadden verwacht? Goeie vraag. nou, misschien nog iets over de valkuilen van kennismanagement. Dat is ook wel een beetje mijn stokpaardje. Er wordt vaak heel makkelijk over gedacht. Dat doen we er even bij. Martin zei net, gelukkig al, het is een vak. En dat blijkt ook wel. En als je dat op de juiste manier aanpakt, dan kun je ook heel snel resultaat zien. En een van de valkuilen is dat organisaties het te groot willen aanpakken. En daardoor zo groot maken dat het te lang duurt voordat je dat resultaat ziet. En dan wordt het saai en dan levert het voor je gevoel niks op. Dat is gewoon een zonde. Dus een systeem alleen, we hebben het er al even over gehad, maar dat is ook geen oplossing. Garbage in, garbage out. Hè. Vaak is er al heel veel kennis, er is al heel veel content. Dan wordt er gezegd, we nemen een nieuw systeem en dan zetten we alles wat we al hebben in dat nieuwe systeem. Werkt ook niet. Jammer genoeg, ik zou het dolgraag willen dat het zo was, maar ja, dat is gewoon niet zo. Dat zijn wel, en de kennisorganisatie niet inrichten, dus je focus op het systeem inrichten, mooie content typen, maar dan niet het beheren, waar we het ook over gehad hebben. Ja, dat zijn voor mij wel de valkuilen die ik graag mee wil geven aan onze luisteraars. Iedereen in een organisatie is een klantcontactmedewerker. Als mensen dat begrijpen, dan snappen ze vanzelf het belang van knowledge management. Marten en Tinky, dank je wel voor het delen van ervaring, het delen van jullie kennis. En wat mij is opgevallen is dat het niet zo makkelijk is als velen denken dat het lijkt. En dat het onderdeel is van de strategie van je organisatie. Dat je doelen moet hebben, dat het niet alleen is voor customer service, maar voor de hele onderneming. En dat je ook er buy-in moet hebben van directie. En die ziet hoe belangrijk de juiste kennis is. Om uiteindelijk je strategische bedrijfsdoelen te halen. Dankjewel voor deze waardevolle informatie. Graag gedaan. Dat was hem weer voor deze aflevering. Wil je nou meer of nieuwe inzichten? Abonneer je dan op de Customer Engagement Podcast. Via onder andere YouTube, Apple of Spotify. Tot de volgende keer.